Dag dames en heren, flinke kritiek de afgelopen weken op burgemeester Van Gijzel. Hij zou veel te eigen gereid zijn in het opzetten van de nieuwe metropoolregio Eindhoven. Kritiek die ik natuurlijk aan hem zelf ga voorleggen. Welkom bij Spotlight. Ja, meneer Van Gijzel, welkom. Dank u wel. Deze keer zitten we in het Parktheater dat zijn 50-jarig bestaan viert. Komt u hier vaak eigenlijk? Ja, maar eigenlijk te weinig. Ik kom er nog wel af en toe, maar het is toch eigenlijk, gelet op de agenda, lastig. Maar het is wel natuurlijk een icoon in de stad, hè. Vroeger de stad Schouwburg, tegenwoordig het Parktheater. Al 50 jaar lang wel een ontmoetingsplek voor heel veel mensen. En eigenlijk steeds meer ook toegankelijk, denk ik, ook voor groepen die traditioneel niet in de Schouwburg kwamen. En dat vind ik wel mooi om te zien, dat onder leiding van Giel Pastoor er echt ook een hele nieuwe swing in het programma van het Parktheater terechtkomen. Hoe ziet u het belang van zo'n schouwburg als deze voor de stad? Ja, het is denk ik sowieso zijn dit soort voorzieningen als schouwburgen, maar ook sportvoorzieningen van ontzettend betekenis in de kwaliteit van het leven in de stad voor onze burgers, maar ook als vestigingsplaatsfactor voor mensen van buitenaf en bedrijven. En ik vind wat er nu hier gebeurt, vind ik ook wel heel bijzonder. Dat ze bijvoorbeeld programma's maken met dementerende ouderen, die normaal gesproken een middag gaan kienen of andere dingen gaan doen. En vorig jaar heeft hij een programma gemaakt waarin zij hun eigen leven mochten vertellen. En dementerende ouderen kunnen vaak wel heel goed nog over het verleden vertellen. En daar raakten ze ook in. Dat hebben ze geoefend, hebben ze hier opgevoerd en een paar keer volle zalen getrokken. En dan vind ik dat zo'n schouwburg wel echt een enorme kwaliteit toevoegt, omdat het zich dan ook beweegt binnen de stedelijke samenleving. En wat hier natuurlijk ook gebeurt, zijn al de jongeren die hier toneel mogen gaan opvoeren. En daarmee ook hun podiumangst kwijtraken, maar heel veel zelfzekerheid terugkrijgen. U bent natuurlijk ook heel veel bezig met het trekken van bedrijven en expats naar deze regio toe. Is het hebben van zo'n theater daar ook relevant voor? Ja, dat is heel relevant, maar het is vaak Nederlands. Dus je zit ook te zoeken naar Engelstalige uitvoeringen. Dat gebeurt ook steeds vaker. Bij muziek is dat minder een probleem, dat zult u begrijpen. Maar als het andere soorten van opvoering zijn, als cabaret of toneel, dan wordt het al wel wat lastiger. Het is sowieso wel lastig bij ons, hoor. We krijgen relatief weinig geld vanuit de Rijksoverheid om dit soort voorzieningen overeind te houden. Daarom hebben we er ook voor gekozen om het op een andere manier te doen. Dus we hebben natuurlijk muziekgebouw en de Schouwburg. En u weet zelf al hoe lastig dat is om dat financieel rond te breien. En we zijn natuurlijk een aantal jaren geleden overgestapt naar grote events. Dus de Dutch Design Week is er een van en Glow. En dat brengt ons wel heel veel positieve belevingswaarde in de stad. Ik vond het echt geweldig. 650.000 mensen die bij Glow kwamen. Of wat we gedaan hebben, operatie Market Garden en Amazing Eindhoven. Dat maakt dat het wel betaalbaar wordt daardoor. Dus de stad gaat zich op een andere manier kenmerken. Dus niet meer met zware instituten die het hele jaar door gefinancierd moeten worden. Die moeten we ook hebben. Dus musea en schouwburgen en natuurlijk sportvoorzieningen. Maar daartussendoor evenementen die ook de stad wel echt een heel aantrekkelijk maken. Ja, want ik vraag het natuurlijk ook wel, omdat er natuurlijk een uitgebreide discussie speelt over wat de nieuwe rol van het muziekgebouw moet zijn, wat in financiële problemen zit, wat de belangen zijn om dat eventueel de helpende hand toe te steken of niet. Is dat relevant voor uw portefeuille als het gaat om die internationalisering van Eindhoven? Ja, ik denk dat soort voorzieningen heel erg tellen. Dus daar moet je ook heel zorgvuldig mee omgaan. De discussie is ook niet of het muziekgebouw door kan of niet. Maar de vraag is hoe en op welke manier we dat verantwoord financieel kunnen doen. Dus er zijn ook wel politici die zeggen van als we gewoon het laten vullen door Joop van den Ende met een populaire voorstelling, dan kunnen we er misschien zelfs aan verdienen juist. Nou ja, je moet wel kijken of je in de programmering ook andere dingen kunt doen waardoor je wat meer geld daar binnen trekt. Daar hebben we natuurlijk discussie ook over met de directie en de raad. Toezicht van het muziekgebouw. En tegelijkertijd is wat ze natuurlijk brengen ook voor een bepaalde groep van inwoners en bezoekers van de stad ook wel een hoogwaardig programma, wat heel aantrekkelijk is voor hen om in de stad ook te verblijven, andere dingen te doen. En het is ook, ik denk de veelheid aan aanbod wat je uiteindelijk kunt leveren ook wel bepalend is hoe aantrekkelijk je als stad bent. Ja. Als dat zo belangrijk is voor de dingen die u aan het doen bent om bedrijven te trekken en zo. Kunt u dan rustig afwachten hoe zich dat bij het muziekgebouw
verder ontwikkelt? Rustig is niet het goede woord hoor. Ik probeer het wel een beetje bij te houden om te kijken of dat wel in een goede banen terechtkomt. Want eigenlijk wil niemand hier brokken maken. Dus ik denk dat de wethouder, de heer Van Dorst, ook echt zorgvuldig in het proces zit om dat in goede banen te krijgen. Maar het is wel een lastige opgave, omdat het niet eenmalig is dat tekort wat daar ontstaat, maar eigenlijk redelijk structureel, elk jaar opnieuw tekort. En dan bouw je, zoals dat dan heet, in je balanspositie een enorm gat op. Dus je hebt een enorme schuld opgebouwd en tegelijkertijd is het perspectief om dat weg te werken niet heel groot. Dus je moet echt kijken, kan ik structureel een goed draaiende exploitatie rondkrijgen? En als dat gebeurt, dan moeten we er ook wel een oplossing kunnen vinden voor dat opgebouwde schuld uit het verleden. Oké, okay, nou, dat moet de komende weken eigenlijk allemaal duidelijk gaan worden. Ik had het al over uw portefeuille met internationale bedrijven enzovoort. Juist ook aan die portefeuille vast klinkt er de afgelopen weken wat kritiek van uw collega's in de regio dat u daar te eigenzinnig zou optreden. Ja, ik heb het ook gelezen. Ja, dat vond ik ook wel interessant om dat te zien. Er spelen daar een paar dingen. Eén is, ik heb iets gezegd bij een uitzending van Tegenlicht over de kracht van de steden. Dat ik vind dat die eigenlijk veel meer in positie moeten komen. Dus nationale overheden zijn toch niet echt altijd bij machte om de dingen op een goede manier tot stand te brengen. Omdat dat vaak tussen bedrijven, kennisinstellingen en bewoners en andere instituten tot stand moet komen. En je eigenlijk dat op stedelijk gebied, regionaal gebied, veel beter zou kunnen doen. Dus het was ook helemaal niet afzetten tegen de omgeving. Het was meer van, kunnen wij niet samen meer kracht maken? Kennelijk werd het toch ook wel hier en daar een beetje ervaren als dat u het zei weer met een annexatiepoging bezig was. Of dat u ze eigenlijk te veel negeerde. Ja, daar ben ik het dus helemaal niet mee eens. Wethouder de Pluijf pas hebben een heel mooi plan gemaakt om te kijken of wij ook glasvezelkabel in de omgeving neer kunnen leggen. Dus in de gemeentes om Eindhoven, om die connectiviteit, die verbindingen ook beter tot stand te brengen. Nee, ik denk dat, ik heb het natuurlijk heel goed gelezen. Ik zag de heer Ederveen, die heeft problemen met de manier waarop er samengewerkt wordt binnen de MRE ten opzichte van de SRE, zoals we dat hadden. En de nieuwe metropoolregio die de nieuwe metropoolregio, waar we in meer focus maken op het gebied van infrastructuur en ruimte en economische stimulering. En hoe we daar dan bij aangehaakt zijn met z'n allen. Dat had niet zoveel te maken met dat die inhoud ter discussie stelde, maar wel over de werkwijze. Mevrouw Thijs reageerde op, en die hebben ze opnieuw opgevoerd over die tegenlichtuitzending, van vergeet ons nou eens niet. Nou, daar ben ik het van harte mee eens. En verder heb ik alleen maar positieve reacties gehad uit Veldhoven. Die zeiden wat wij daar gelezen hebben in de krant over wat er bij ons gezegd zou zijn, is verre van correct. Dus ik maak me daar ook niet zo heel veel zorgen over. Ik heb ook geen enkel signaal van burgemeester uit de omgeving in dat opzicht gekregen. Eerder aanmoediging om door te gaan dan om terughoudend te zijn met betrekking tot die internationale verbindingen. En ik heb wel eens het voorbeeld gegeven. Kijk, in de afgelopen 5 jaar hebben wij van 20 Taiwanese bedrijven naar 62 Taiwanese bedrijven gegroeid. En een groot deel daarvan zit ook niet in Eindhoven, maar in de regio zelf. Maar goed, het feit dat zo'n discussie opkomt, geeft dat in elk geval niet aan hoe kwetsbaar het is als je met 21 gemeentes jezelf zo op de kaart wil zetten, jezelf opnieuw uit wil vinden. En u bent daar dan wel het gezicht van. Ja, maar ik geloof wel dat we het echt in samenhang en met elkaar doen. Ik heb wel eens gezegd, het is wel ingewikkeld met 21 gemeentes om de brandweer bijvoorbeeld aan te sturen. Of met 41 gemeentes de politie richting te geven. Dat maakt het in Nederland wel soms zwaar. Ik heb in die uitzending van Tegenlicht gezegd, als je nou gaat kijken naar New York, 18,3 miljoen mensen. En die hebben 1 burgemeester, 6 wethouders, een gemeenteraad en 49 deelraden. Dan doen ze de hele stad mee. We hebben minder inwoners in Nederland. Een grote regering, hele grote departementen, 12 provincies met diensten, waterschappen en allerlei andere instellingen. En dan ook nog eens een keer meer dan 400 gemeentes. Nou ja, misschien moet ik het zo zeggen. Ik geloof niet dat veel meer bestuur tot veel betere besluiten gaat leiden. Dus je mag daar best eens kritisch naar kijken. En als je het echt op een rijtje zet. Kijk, Nederland verkeert al een tijd in de crisis en dat geldt voor Europa ook. En dan laten we ons toch heel erg leiden in de organisatiestructuur die we in 1853 hebben bedacht met Thorbecke. Een ideologie van Colijn uit de jaren 30. En dan nog eens een keer de maatregelen van Europa uit 1992, het stabiliteitspact. En de vraag is, wat heeft de wereld, wat heeft onze wereld, wat heeft onze samenleving in Nederland nou echt nodig? Maar als u daarmee eigenlijk zegt, we hebben te veel gemeentes, dan zegt u ook, we hebben dus ook te veel burgemeesters. Dan is dat toch juist ook weer een oproep om
daar maar mee te stoppen en daar gewoon één grote supergemeente van te maken. Ik begrijp ook wel dat het een gevoelig thema is. Maar de vraag is of we het op deze manier zo effectief mogelijk kunnen doen als we het nu doen. Hè? Of het niet effectiever zou kunnen. En dat is niet iets wat morgen zal gaan gebeuren. Dus die vraag die ik opwerp is wel, hoe kunnen wij onze burgers en onze bedrijven, onze instellingen, zo goed mogelijk bedienen? En dan is de vraag of die versnippering, die bestuurlijke versnippering, of die nou zoveel oplevert. U moet dus weten, bij de politie bijvoorbeeld, laat ik maar heel concreet zijn. Ik was korpsbeheerder van Zuidoost-Brabant en dan had ik 6 overleggen waar ik aanwezig moest zijn. Dat was als burgemeester in Eindhoven, dat was als korpsbeheerder in de regio en dat was ook nog op het landelijk niveau met andere korpsbeheerders. In totaal 6 overleggen. We hebben de nationale politie gekregen. Ik heb nu 16 overleggen. 16 keer moet ik vergaderen over onderwerpen die soms al 3 of 4 keer terugkomen. En waarvan je denkt, wat schiet de samenleving daar nou mee op om het op die manier te doen? We worden er alleen maar trager van. Terwijl ik eigenlijk vind dat de overheid veel sneller zou moeten zijn. Wie zou dat moeten organiseren dat anders ingericht wordt? Want er zijn natuurlijk voorstellen geweest om Nederland bestuurlijk anders in te richten. En uiteindelijk sneuvelt dat eigenlijk altijd. Ja, maar dat komt omdat die bestuurlijk ingestoken wordt. Dus dan komt er een staatscommissie die bestuurlijk gaat kijken of het anders zou kunnen. Ik denk dat het meer van onderop zou moeten. Als je gaat kijken naar wat er in Denemarken gebeurd is, daar hebben ze er een aantal jaren over gedaan. Ik geloof 5 of 6 jaar. En die hebben het aantal provincies hebben ze meer dan gehalveerd en het aantal gemeentes ook. En dat hebben ze gedaan door van onderaf te vragen, wat hebben jullie nou nodig? En wat is daar nou de beste bestuursvorm bij? Kijk, de wereld is zo in verandering. En het gaat zo snel dat je echt af moet vragen of de overheid nog wel op dezelfde manier kan functioneren als 100 jaar geleden. Ik denk het niet. Op Terschelling hebben ze precies dezelfde taken en bevoegdheden als in Amsterdam. Nou, dat gaat dus op die manier niet werken. En het zet ook de ontwikkelingen niet in kracht. Hè. Dus ik zeg wel eens, als je gaat kijken naar, laten we eens nemen, een akkoord wat vorige week gesloten is tussen Obama en de president van China. Die hebben een akkoord gesloten, papier, 2 handtekeningen eronder en er gebeurt vervolgens niks. Er gebeurt pas iets als New York, de bedrijven, de kennisinstellingen, de overheid, dingen gaan doen met Shanghai of Beijing. En dat is in Nederland precies hetzelfde. Onze verbinding met het buitenland moet echt daar gebeuren waar die ook het meest effectief is. En daarvan zegt onze commissaris, Wim van der Donk, ook hele wijze dingen over. Die zegt, op landelijk niveau is het altijd macro. Maar de verbinding in de samenleving waar dingen echt gebeuren, gebeuren tussen bedrijven en universiteiten, kennisinstellingen, onderwijs en de overheid. Maar daarmee zegt u eigenlijk dat het niet zo relevant is hoe het nou politiek bestuurlijk georganiseerd is, want u legt toch wel de verbindingen met de regio's die ertoe doen. Ja, dat probeer je, maar je moet daar wel heel veel afstemming voor plegen in Nederland. Dus, en dat doen we ook, want we willen natuurlijk met iedereen toch gewoon samen door één deur kunnen. Maar het maakt het wel heel erg lastig soms. Terwijl je eigenlijk wel moet afvragen of dat besluit nou zoveel beter is als je er 4 of 5 rondes over laat gaan, of maar 1 of 2. En ik denk dat we er echt allemaal bij gebaat zijn, en zeker onze burgers, Als we dat op een andere manier doen. Ik heb overigens ook gezegd, de kracht van de stad. We zien een enorme ontwikkeling op die steden afkomen, die steeds maar verder groeien. Dat vraagt ook nieuwe uitdagingen, nieuwe organisatiekracht in de stad. Maar het geeft ook een probleem op het platteland waar ik niet voor weg wil lopen. Want als daar verdunning gaat plaatsvinden, is technologie ook wel misschien heel erg belangrijk om mensen wel een kwalitatief goed leven te geven. Hoe gaan we straks om met de gezondheidszorg op het platteland als het zo verdund is? Gewoon de dagelijkse zorg die we willen geven, onderwijs die we willen geven, de voorzieningen die er dan eventueel steeds minder draagvlak krijgen. Dus daar kijk ik ook wel met zorg naar. En het is een opgave van ons allen, ons 21 gemeenten, om daar samen een antwoord op te geven. En dan is de vraag, als burgemeesters nou echt alleen maar kijken naar het eigen belang, missen we dan niet dat grotere belang wat we samen op de agenda zouden moeten zetten. Sinds de vorige keer dat ik u gesproken heb, is bijna officieel de streep door de ruit rond Eindhoven gegaan. U zat daar een beetje dubbel in eigenlijk, hè? Omdat u voorstander bent van de ruit, terwijl het gemeentebestuur in Eindhoven tegenstander van de ruit is. Is dit dan voor u nu een teleurstelling of is het goed?
Nou ja, het speelt dubbel. Hè. Dus in de vorige periode was het college heel erg voor. Ik ben niet zo van, als ik ergens voor ben, dan ben ik er morgen weer tegen. Omdat mensen in één keer vinden dat ik nou tegen moet zijn. Dus ik vind dat je er heel zorgvuldig naar moet kijken. Ik vind dat we in onze infrastructuur, weginfrastructuur, heel kwetsbaar zijn. Want als de oostkant van de ring van Eindhoven, hè, dus de oostkant van Eindhoven, de snelweg dicht zit, dan is het ook wel echt een enorme file. Dan moet je, als je naar Limburg wil, bijna over Tilburg, Breda, Antwerpen, Luik naar Maastricht toe. Dus ik vind dat kwetsbaar. Tegelijkertijd snap ik ook wel wat het college daarvan zegt. Want als we nou bijvoorbeeld gaan kijken naar de Rotterdamse haven. Met enige verontrusting zag ik de laatste cijfers daarvan, dat de exportpositie van de Rotterdamse haven in het derde kwartaal van dit jaar met 10% is teruggelopen. En als we realiseren dat wij straks met zonne-energie gaan werken, veel meer dan dat we nu doen, en dat zullen we ook doen, dan is maar de vraag of die hele oliegoederenstroom die nu uit de Rotterdamse haven binnenkomt, daar geraffineerd wordt, ook daadwerkelijk doorgevoerd gaat worden. Tegelijkertijd zien we nieuwe ontwikkelingen op het gebied van voedselvoorziening, die steeds dichter bij de mensen geproduceerd gaat worden, soms in gesloten gebouwen. En dus niet meer in de open landbouw. Nou, en dat is een enorme goederenstroom. Dus ik heb ook met mijn collega's in Rotterdam daarover, van zouden we niet moeten overschakelen van alleen maar transport en logistiek naar een soort draaischijffunctie die Rotterdam zou moeten hebben voor de hele wereld goederenstroom, de termijnmarkt, de financiering, de verzekeringen, met de modernste techniek die wij zouden kunnen leveren en die zij zouden kunnen toepassen. Nou, als je er op die manier naar kijkt, dan is maar de vraag of meer infrastructuur van de traditionele manier, waar die vrachtwagens allemaal over rijden, of dat het juiste antwoord is. Dus de ruit is niet afgeschoten, daar ben ik blij mee. Men heeft gezegd, we hebben een aantal andere voorkeuren nu, onder andere de A67, ben ik voor. We hebben daar veel ongelukken bij. En je ziet ook wel dat het een heel kwetsbare infrastructuur is, daar gaat Antwerpen en Rotterdam overheen. Dus dat vind ik een goede gedachte. Er is echt gezegd, we gaan met Europa samen kijken of wij nieuwe vormen van mobiliteitsbeheersing kunnen gaan introduceren. Daar zal wel een voorstel voor komen. En dan moeten we nog kijken of die ruit, de sluit van die ruit, echt nodig is. Ja, want u zegt van hij is niet afgeschoten, maar het geld is er weggehaald. Ja. Denkt u dat er nog een serieuze kans is dat die binnen afzienbare termijn er toch nog komt? Nou ja, we moeten maar afwachten wat de provincie daar voor een discussie over gaat voeren en wat het Rijk daar verder over gaat zeggen. Het zijn ook niet de makkelijkste ingrepen, hè, want ik was altijd heel erg tegen het aanleggen van de verbinding tussen Nuenen en Eindhoven, waar die ruit zou komen, omdat dat door de Dommeldal heen ging. Om Helmond heen vond ik het al veel minder problematisch en het is een goede bypass voor als het een probleem geeft op de westkant van onze infrastructuur. Ik denk we zullen moeten afwachten wat daar precies uit die politieke debatten gaat komen. Ik vind wel dat we met een open mind moeten blijven kijken van hoe de ontwikkeling in de infrastructuur en de weggebruik zich gaat ontwikkelen. En wat mij betreft blijven we daar gewoon met een open blik naar kijken. Het MKBA gaf aan, dus dat is eigenlijk, wat zijn nou de voordelen en de nadelen, die studie, dat er toch ook wel hele grote voordelen aan zitten, maar ook een aantal nadelen. Okay. We naderen het eind van het jaar. Wat wordt voor u het belangrijkste punt van het jaar 2015? Nou, misschien maak ik door het moment toch ook wel gebruiken om mensen iets te vertellen over het afgelopen jaar. Ik vond dat wij een geweldig jaar hebben. We hebben het economisch best goed gedaan als regio. Ik vond dat we ook geweldige events hebben gehad, evenementen hebben gehad zoals GLOW. Nou ja, zoveel mensen op af die er zo van genoten hebben. Of de Dutch Design Week of Amazing Eindhoven, de marathon. Het leeft echt in de stad en dat is natuurlijk fantastisch dat we dat hebben. Dat is voor de middenstand ook goed, voor de hoteliers, maar ook voor alle restaurants en cafés. Maar ook voor de mensen die in de stad gebruik willen maken. Tegelijkertijd zie ik ook wel dat de crisis voor heel veel mensen heel lang duurt. En dat ze getroffen worden ook door besluiten op landelijk niveau, waar mensen met een kleine portemonnee, soms ouderen, soms gebroken gezinnen, het toch wel heel zwaar hebben. Mensen die werkloos zijn geraakt, waarvan het huis, zoals dat dan heet, onder water staat. En ik hoop dat we erin kunnen slagen om komend jaar, er zijn wel wat signalen voor, om komend jaar toch de draai te maken dat er weer wat meer positivisme komt. We zien dat de binnenlandse besteding weer aan het toenemen zijn, zeker in deze regio. Dat is prettig, want we deden het economisch al goed in onze exportpositie. Maar als mensen ook meer gaan uitgeven in de stad zelf, werkt dat natuurlijk ook heel positief. Dat haalt niet weg dat mensen natuurlijk voor hun
nou ja, gezondheidsverzekering, ziektekostenverzekering of anderszins huursubsidies, dat soort zaken. Soms ook wel, en dat lijkt er maar een paar tientjes te gaan, ook wel echt getroffen worden. En dat vind ik wel, dat het tijd wordt dat we daar met elkaar wel aandacht aan hebben. Dat die mensen ook alweer een keer het zonnetje weer meer mogen zien. En daar gaat u uw best voor doen? Nou ja, het is niet alleen aan ons. Wij zullen daar uiteraard ons best voor doen. We hebben daar de afgelopen jaar ook heel veel voor gedaan. In armoedebestrijding en proberen bij mensen te staan. Opnieuw ook, en ik vind dat het college dat heel goed doet, onder leiding van Staf de Pla. Om te kijken, kunnen we mensen die eigenlijk niet makkelijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt toch een plek geven? Daar is hij met grote bedrijven, onder andere met Wim van der Leegte, over bezig. Om te kijken of we dat voor elkaar kunnen krijgen. Dat biedt perspectief. Veel maatregelen worden ook landelijk getroffen. Een inkomenspolitiek is eigenlijk toch een landelijk punt. En ik vind dat men zich daar wel zorgen over mag maken. Dat is ook wel wat ik net bedoelde, die filosofie uit de jaren 30 van de bezuinigingen. Of dat nou wel de beste antwoorden zijn om met elkaar 2015 in te gaan. En ik denk een beetje meer impuls aan de economie. Een beetje meer ondersteuning inkoperskracht van mensen. Als we dat voor elkaar zouden kunnen krijgen. En zeker de lage inkomensgroep die dat toch hoofdzakelijk binnenlands besteden. Dat zou een geweldige impuls kunnen zijn voor de mensen zelf. Voor de stedelijke economie en ook voor Nederland. Goed, mooie woorden. Dank u wel voor dit interview. Dank u wel voor de gesprekken van het afgelopen jaar. Graag gedaan. U ook bedankt voor het kijken naar Spotlight. Volgende week zaterdag dan zijn we er natuurlijk ook weer. Dan praat ik met wethouder Leni Scholte over alle veranderingen in de zorg die er op handen zijn rondom de jaarwisseling. Dus heel graag tot volgende week.